zo. Voor de finale zit je een beetje in een kokonnetje, zeg maar. Dan krijg je niet heel veel mee van wat er hier gebeurt. Ja, en daarna kun je het een beetje loslaten. En dan ga je eens kijken waar iedereen zo aan het genieten is in Rio. Ja, de Olympische Spelen waren voor mij niet helemaal wat ik had gehoopt eigenlijk. Het heeft voor mij ook wel voornamelijk te maken met de voorbereiding die niet optimaal was. Het is wel te gek, hè? Elke dag is hij super druk. Het is altijd gezellig. Ja, op de dag van de finale toen maakte ik toch nog een klein foutje. En met grote gevolgen. ACI is een soort van best. En volgens mij geloof ik dat het heel erg gezond is. Zal ook wel zo zijn. Maar ze maken hier ook lekker ijsjes ervan. Dus moet ik me even proberen. You are ready? Ja. Wat doe je? Gymnastiek, hè? Amazing. Ja, het is echt wel lekker. Mensen vragen zich natuurlijk ook wel af op een gegeven moment of je weer 4 jaar verder gaat. Dat zou wel mijn 4e spelen worden in Tokio. Ja, als ik mag kiezen, ja, graag. Dat zou ik heel gaaf vinden, maar ja, ik moet even kijken hoe het gaat. Of ik vooruit blijf gaan, want dan blijft de sport leuk. En in dat geval ga ik wel door.